bij de opbouw van een kwaliteitsvolle houtskeletwoning zoals Driebouw dat toepast, is het belangrijkste gedeelte wat men niet ziet dan wat je wel kan zien als de woning afgewerkt is. De opbouw van het skelet bijvoorbeeld. We gebruiken brede studs die elke 35,5 cm van elkaar geplaatst worden en bovenaan gekoppeld worden, niet met één, maar met drie balken. De twee bovenste balken noemen we de koppelregels, die de muren, de dwars- en de langsmuren aan elkaar koppelen en zo een zeer stevig en stabiel platform vormen om de bovenverdieping op te bouwen. Die holle ruimte wordt nadien volledig opgevuld met isolatie, in ons geval met rotsholisolatie. Daar komen we straks op terug. Bovenop de koppelregels zien we het plateau voor de bovenverdieping. Die wordt gemaakt met verlijmde balken, FJI-liggers of finjoists, die geplaatst worden op het skelet en waarboven dus de vloer wordt gemonteerd. De eigenschappen van die finjoists of FJI-liggers zijn dat die allemaal perfect dezelfde afmeting hebben, dat die samengesteld zijn, dus dat zijn verlijmde balken, dat wil zeggen dat daar geen leven meer in zit, dat dat niet kraakt, niet barst en ook geen barstvorming aan de gyprokafwerking dat die zal toebrengen en dat die een hoogdragend vermogen hebben. Bovendien draagt dat dus allemaal bij tot het geluidscomfort van de woning. Bij de montage van de muren, in montagefase zelf, gaat de montageploeg ook de hoeken al volledig isoleren. Dat wil zeggen dat bij de opbouwfase rotswol wordt geplaatst in de volledige holle ruimte tussen de muren, zodanig dat die perfect hermetisch geïsoleerd is en nadien met het damscherm hermetisch en luchtdicht wordt afgedicht. De kertoblokken die we ertussen zien verstevigen het hoekprofiel, zodanig dat we een heel stabiele en stevige constructie krijgen.